Hallo kijkers van Online Garage, ik heb een nieuwe video voor jullie. Soms dan open je je motorkap wel eens en dan moet je die stomme stok ertussen zetten. Dit is een mooie demper en die zorgt ervoor dat je die stok niet meer nodig hebt. Ik zal even uitleggen wat ik bedoel. Zo, je pakt de motorkap, je ziet een mooie weerspiegeling van mij. En dan heb je één hand, omdat je aan het filmen bent, weet je wel. En dan pak je elleboog en dan pak je die stok die altijd vast zit. En dan moet je het gat zoeken, maar je hebt maar één hand, want je bent aan het filmen en dat lukt niet. Dus het is heel handig als ik hier zo een dempertje heb, dat die gewoon omhoog blijft staan. Zo, dit is dat dempertje wat ik bedoel. En dat dempertje dat komt hier zo tussen, dat hier zo boor je een gat in. En dit stukje metaal staat in de instructies hoe dat moet. En deze bout gebruik je voor de andere kant vast te zetten. En dan komt hij hier zo als het ware tussen. Dit zijn de instructies die ik er van de cabrio hoeven bij heb gekregen. Als je het wil lezen, lees het maar. En als je de plaatjes wil zien, kijk maar goed naar de plaatjes, want die zijn prachtig. Dit is zover ik ben gekomen vandaag. Ik ga een andere dag verder, want ik heb 's werelds botste boor van Misha geleend. En dat werkt echt niet goed. Ik moet even een scherpe boor hebben, zodat ik dit gat kan boren. Dit moet trouwens wel geen krassen maken. Dat moet ik even voorzichtig weg doen. Maar hij komt dus hier aan vast en in het gat. Maar dat moet ik wel een gat hebben. Het is een paar dagen later, ik heb nieuwe boortjes gekocht en ik ben meteen al met de boor aan de gang gegaan. En een gat van 5 mm geboord, waar ik straks 6 mm in ga tappen. Nu de andere kant nog en even nameten en dan is het helemaal mooi. Ik heb helemaal hier speciaal een tap set van gekocht van helemaal wel 20 euro van de gamma. Dan kan ik wel heel mooi M6 tappen. En Misha die doet de WD-40 erbij en filmt, dus we hebben een hele mooie taakverdeling. Sappig. Oh ja. Hij draait door. Ja, dat gaat niet goed. Gamma kwaliteit. Nou, Anne gaat weer even proberen de ding goed te doen, want ik kreeg hem er niet goed op vast. Ik ben gewoon veel te goed, dat is eigenlijk gewoon de conclusie. Ja, dat heb je nu eruit geknipt. Kijk, we zijn weer terug. Huts. Veel te makkelijk, joh. Hoppatee, helemaal mooi. Heen en weer. Ja, als je niet terug gaat, komt al die shit eruit. Lekker. Zo, dat ding zit erin. Hij is helemaal mooi, glimmend alles. Hij houdt de motorkap al vast, want ik kan hem loslaten. Maar hij is een beetje nog niet helemaal goed, want ik moet de andere kant nog doen. En dan is hij helemaal mooi. Ik doe nu de andere kant ook even tappen. Ik vind tappen heel leuk, het is mijn nieuwe hobby. Daar ben ik juist achter gekomen. Deze kant zit er goed op. Anne heeft de andere kant erop gedaan. Hey, helemaal niet. Hey, deze demper hoort er boven. Oh, Jezus. Het zit er verkeerd op. Ja, als je dat verstomt door het vuurwerk. Dat verstomt niet. Zo, ze zitten er nu allebei in, ook aan die kant en niet op zijn kop zoals ze net had. De eerste keer dichtgaan kan een beetje stroef zijn, dat is ook in de beschrijving. Dus. Haat hij hoor. Wauw. Helemaal mooi. Mooi. Dat is echt veel te cool. Ik ben echt heel blij. Ik ben echt heel blij. Nee, ik ben echt blij. Het kerstcadeau is echt kerstcadeau van mezelf. Dat is wel een dingetje. Maar verder echt. Ben jij de kerstman? Ja. Oké. Okay. Geef met kerst alleen maar cadeautjes aan mezelf eigenlijk. Nu een aantal weken later en ik wil jullie even laten weten hoe het met mijn hoedlifters is. En zoals je ziet, de motorkap gaat nog mooi omhoog. Eén ding is wel, wat mij best wel verbaast, is dat ze roesten. Ik snap eigenlijk niet waarom mij dat verbaast. Het is een MX-5, dat hoort. Het lijkt wel alsof je er een soort van af kan poetsen. Met chroompoets denk ik dat het wel moet lukken. Maar ik verwacht niet dat dit binnen, wat is het, 3 weken er al zo uitziet. Maar verder prima product. Hij werkt nog precies zoals hij dat aan het begin deed. Dan wil ik jullie vragen een like te doen op deze video. Abonneer op mijn YouTube kanaal en zeg tot de volgende video. Dag.